Welkom allemaal bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en ik ga in deze video precies uitleggen wat mijn leven compleet heeft veranderd. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker weten hieronder even. En dan zie ik jullie na de intro. Zoals jullie weten, dat heb ik nu ongeveer al 6, 7 jaar heel intensief. Ik heb in 2018 meegedaan aan het Belgisch-Nederlands kampioenschap en ik ben daarin derde geworden. Daarnaast ben ik dus eerste van België en derde van de Benelux. Maar dat is niet het enige. In 2021 ben ik 30ste geworden op de Europese kwalificatieronde in Denemarken. Daarnaast heb ik meegedaan aan de Urban World Series in Barcelona en hier ben ik 52ste van de wereld geworden. Dit allemaal in 2021. Dan stel je vast de vraag, 2018, 2021. Er zit 3 jaar tussen. Hoe kan dit? Daarvoor moeten we eventjes terug naar maart 2020. Maart 2020 heeft een hele hoop voor mij veranderd. Zoals jullie weten is toen de video My Story op het kanaal van E-Films gedropt. Dit is een super dikke video geworden. Ik heb zoveel reacties gekregen van jullie allemaal. En ik ben er echt enorm trots op. Heb je hem nog niet gezien? Check hem dan straks zeker even met de link in bio. Maar kijk vooral nog eventjes verder. Net voordat deze video gedropt was, was er eind februari, begin maart nog een contest in Area 51. Dit was de laatste contest op het skatepark van Area 51 voordat deze verbouwd werd. Ik weet het nog zo goed. Het was op een donderdagavond, in het weekend was de contest en omdat ik zo ready wou zijn, ging ik dus nog op donderdagavond even trainen. Maar toen liep het fout. En daarvoor neem ik jullie even mee naar mijn computer. Ik was mijn run aan het oefenen, ik ga hem eerst eens afspelen. Kickless, kickless, backwards van de step-up. Dit was een deel van mijn tweede run, zodat als mijn eerste geland was, dat ik volledig kon gaan voor die tweede run. Toen op een gegeven moment, ik sprong en gebeurde dit. Ik sprong, ik deed mijn kickless, kickless en zoals je hier ziet, in de landing bij mijn pijltje, daar schoof mijn rechtervoet, schoof er vanaf en toen kwam ik vol met mijn knie op de grond. Dus vanuit die snelheid en die hoogte kwam ik vol met mijn rechterknie op de grond. En toen was het klaar. Ik dacht, het komt wel goed. Het is weer zo'n val zoals altijd. Het tintelde een beetje, maar ik dacht, het kan geen kwaad. Een aantal dagen daarna nog steeds last. En toen dacht ik van, ik moet wel eens naar de dokter gaan. Eén dokter geweest, die zei dit. De andere dokter zei dat. Het ziekenhuis geweest, echo's gehad. Niks op te zien. Een cortisonespuit gehad. Niks van gevoeld. En toen zei de dokter van, je kunt het gaan opereren en dan is het misschien weg. Maar dan ben je wel 6, 7, 8 maanden uit de running. Dus ik dacht, Is het dit wel waard? Het kwam er dus eigenlijk op neer dat het nooit meer volledig ging genezen. En dat moest ik accepteren. Het is nu eenmaal zo. Ik heb het altijd positief bekeken en zei gewoon tegen mezelf, het zal wel ergens goed voor zijn. En dat klopt. Een aantal maanden later ben ik begonnen met mijn eigen webshop Spraydesigned. En kijk waar we nu zijn. Ik doe elke dag wat ik graag doe. Ik ben bezig met mijn passie. En het allerbelangrijkste van alles vind ik nog dat ik mensen kan helpen. En dit over België, Nederland en over heel Europa. De conclusie van deze video is eigenlijk dat niet alle tegenslagen slecht zijn in het leven. Deze tegenslagen helpen jou om te groeien, een beter persoon te worden en uiteindelijk gelukkiger te worden in je leven. Ken je die quote niet? The comeback will always be better than the setback. Dit is zo. Altijd. Dus zit jij nu in een klote periode? Het komt goed. Het komt fucking goed. Hou nog even vol. De beste periodes komen altijd na de slechtste periodes. Kijk maar naar de aandelenmarkt. Iets kan nooit omhoog gaan als het niet omlaag geweest is. Ik wil jullie ook super erg bedanken voor de steun naar Spraydesigned toe. Heb je nu nog iets nodig of heb je vragen? Het linkje staat in de bio of stuur mij een berichtje en ik zal je meteen verder helpen. Druk ook alsjeblieft even op het abonneerknopje als je dit soort video's leuk vindt. Deze staat rechts onder de video. Want bij de 1000 abonnees gaan wij iets fucking sicks doen. Ga ik nog niet te veel op zeggen, doe dat duimpje omhoog, laat iets weten hieronder in de reacties, druk op het abonneerknopje en wil je nu nog meer van deze soort video's zien, laat het hieronder ook zeker even weten. Tot de volgende keer en ik zie jullie snel. Later.